zou ik wel ingaan. Bijna wel, ja. Felix, wat heb je deze week gedaan op culinair gebied? Ja, het was heel erg leuk begin van de week. Ik was uitgenodigd bij Bord Bia. En daar wou ik, dat vind ik erg leuk om te vertellen. Dat is een Ierse organisatie die bevordert landbouwexport. En in tegenstelling tot Nederland, waar wij eigenlijk helemaal niks doen en afwachten tot de crisis aan ons voorbij gaat, hebben ze er in Ierland wel wat aan gedaan. En daar hebben ze één onderdeel, landbouwexport, Bord Bia, die hebben ze gewoon sterk gehouden, heel sterk gehouden. Wat denk je, 30% meer export in 1 jaar. Waanzinnige exportcijfers afgelopen jaar over heel Europa. Naar Nederland 300 miljoen meer. Ja, dat zet zoden aan de dijk. Zeker. Dat helpt dus echt in dat land. En ja, daar staan ze. Overigens zie je Erik van Loo daar ook staan. Daar heb ik nog mee gesproken. Erik van Loo die sprong echt uit zijn vel toen ik heel per ongeluk vroeg... ben je zenuwachtig? Hij is ook een van de kanshebbers voor de 3 stellen. Ja, dus. Bij Van Bord Bia in het midden zit Declan Farrell. Die nam afscheid. En daaronder, ja, dat is een van de trucs die ze doen. Dried aged vlees. Dus vlees dat gedroogd is. Dan daarna worden de gedroogde delen er weer afgesneden... waardoor je een heel veel sterkere vlees smaakt. Krijgt. Daar sturen ze chefs uit de hele wereld naar Nederland om ons te vertellen hoe dat moet. Nou, intussen verkopen ze dus prachtige, geweldige kwaliteit vlees. Lijkt me zo leuk voor Nederland als wij dat eens met boerenkaas gaan doen.